Ze reden veel te hard. En dat was ook de oorzaak van de botsing in Helmond, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek door de politie. 3 jongens van 15 en 16 jaar oud overleefden het ongeluk niet. Een 4e jongen raakte zwaar gewond. Zondag 14 november, kort na middernacht, vloog de auto op de Heeklaan in Helmond uit de bocht, raakte op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een tegemoetkomende ambulance. Die ambulance keerde net terug van een oproep. De 2 ambulancebroeders konden de botsing niet meer voorkomen. Ze raakten allebei gewond. In en rond de auto van de jongens werden lachgas en ballonnen gevonden. Maar of de bestuurder onder invloed van lachgas was toen hij het ongeluk veroorzaakte, is niet meer vast te stellen. Verslaggever Jan Walen is in de Heeklaan in Helmond, de plek waar het ongeluk gebeurde. Jan, hard rijden is dus de oorzaak van het ongeluk, zegt de politie. Weten we ook hoe hard er gereden is? Ja, dat wil de politie niet zeggen, maar kijk hier naar de situatie. Je mag hier 50 rijden, er is hier een bocht. En die bocht, als je daar met 50 doorheen rijdt, dan raak je echt niet de macht over het stuur kwijt. En met 60 en 70 ook niet. Nee, ze moeten echt heel veel harder hebben gereden. Zo hard dat ze op de verkeerde weghelft terecht kwamen. Ja, het is zeker, het was echt veel en veel te hard. Ja, dan was er ook lachgas in de auto. Heeft dat dan helemaal geen rol gespeeld? Ja, er lag inderdaad een lachgascilinder buiten de auto en ook in de auto is lachgas en zijn ballonnen gevonden. En de politie denkt ook wel dat er in die auto lachgas is gebruikt. Maar wat niet is vast te stellen is of de bestuurder ook lachgas heeft gebruikt. En of hij onder invloed was op het moment van het ongeluk. En of dat misschien ook wel tot het ongeluk heeft geleid. Ja, en dat is een beetje de makke met dat lachgas. De politie, als die bij ongelukken komt waar mogelijk lachgas in het spel is, dan kunnen ze achteraf niet vaststellen of dat is gebeurd, omdat dat lachgas geen sporen nalaat in het lichaam. Het waren minderjarige jongens zonder rijbewijs. Is al bekend hoe ze aan die auto kwamen? Het was een huurauto en niet die 4 jongens hebben hem gehuurd. Die was door iemand anders gehuurd. Maar of diegene die hem gehuurd had nou goed vond dat die jongens daarmee gingen rijden, of dat hij er ook niks van wist, ja, daarover zegt de politie niks te kunnen zeggen. Jan Walen, dankjewel. Ja, de politie is het onderzoek nu aan het afronden. Het dossier wordt binnenkort gesloten. Omdat 3 van de 4 slachtoffers zijn overleden, zal er geen rechtszaak volgen.